NOS Den Haag vandaag. Nou, het ging er stevig aan toe bij het debat vanavond tussen Ad Melkert en Jan-Peter Balkenende. Naar Den Haag dus, Pim van Galen. Arme Ad Melkert. Hij maakt al niet zo makkelijk vrienden en nu krijgt hij het vanavond. Het was in Emmen, ook nog aan de stok met CDA-lijsttrekker Balkenende. Melkert moet daar een beetje mee gaan oppassen, want hij heeft het CDA hard nodig als coalitiepartner na 15 mei. Want ga maar na, Paars 3 is van de baan en de Partij van de Arbeid wil niet met Fortuin regeren. Nou, dan blijven er weinig mogelijkheden over. Het CDA zet de deur naar Fortuin wel open en dat leidde vanavond tot die stevige aanvaring tussen Melkert en Balkenende. We gaan naar Emmen, waar het debat begon met een populariteitstest. Mag ik een warm applaus voor Jan-Peter Balkenende? Ad Melkert! Viel het een beetje tegen, meneer Balkenende, dat u toch iets minder applaus had? Ja, dat is een ernstige domper. En als het eind van de avond is, dan is de situatie ernstig. Ja, oké. De toon is gezet voor een scherp debat vanavond in Emmen. Melkert en Balkenende maken zich op voor een felle woordenstrijd en die gaat meteen over Pim Fortuyn. Mensen kiezen uiteindelijk zelf met hun volle verstand. Ze laten hun hart spreken. Ik zeg er wel bij, gebruik ook je hoofd. Want voordat je het weet, word je op 16 mei wakker met Pim Fortuyn. En dat moeten we dus niet hebben. U was ontzettend boos gisteravond in Zuidbroek dat meneer Melkert zegt dat u tegen Fortuyn moet kiezen en moet stemmen. Dat u zich daartegen moet uitspreken. Nou, dat hebt u nog steeds niet gedaan. Maar, kijk, we hebben vrijheid van meningsuiting in dit land. Ja. En dat geldt dus ook voor de heer Melkert. Dus als hij vindt... Toch? Bedankt. Ja, toch? Bedankt. Wie is en als de heer Melkert mij een baas wil geven, dan is dat zijn goed recht. Maar als het de gevolg daarvan zou zijn dat ik zou zeggen... Wij sluiten Fortuyn uit, wat de boodschap is van de PvdA. Toen heb ik gezegd, dan lever je eigenlijk al uit aan de PvdA. En daar heb ik nou net geen zin in. Ja. Het gekke is, volgens mij gaat het niet om Fortuyn. Het gaat om het programma van Fortuyn. Over de soort van samenleving waar die voor staat. Dat je dus het samen aanpakt in plaats van dat het recht van de sterkste geldt. En wat ik nou zou verwachten... Zo ken ik ook de traditie van het CDA, is dat hoeveel verschillen er tussen ons ook zijn in ons dagelijks programma, dat juist dat basisgevoel van dat je het samen aanpakt met maatschappelijke organisaties, met de vakbeweging en niet dat recht van de sterkste voorop stelt, dat zou ons moeten binden. En daar staat Fortuyn echt ver van ons. Nou, dat moet zo blijven. Het is toch van de gek? Hebben wij een debat vanavond? Hebben wij een debat vanavond? Ik denk van, ik verheug me in de auto, in de mooie rit naar Emmen, op een lekker stevig debat met Melkert. Verdorie, je bent 3 minuten bezig en over wie gaat het? Fortuyn. We moeten onszelf serieus nemen. Wat is het nou? Klopt. Maar nog iets. En zolang VVD, Fortuyn en ook het CDA, de heer Balkenende heeft er ook vanavond niks van teruggenomen, niet uitsluiten dat ze met elkaar samenwerken, dan is er maar één antwoord op een samenleving waarin het sociale voorop staat, dat is een sterke Partij van de Arbeid. Dat is waar het om gaat. Nou, maar ik denk, dames en heren, als u nu zegt dan, het CDA zou Fortuyn moeten uitsluiten. Ja. En voor een sociale samenleving is alleen de PvdA het antwoord. Nee, dat zeg ik niet. De PvdA is daar hartstikke belangrijk, zeker zolang andere partijen ermee flirten dat ze met Fortuyn eindigen, want dan krijgen we hetzelfde als in Frankrijk. Je wordt wakker en je ziet Le Pen. Je wordt wakker en je ziet Fortuyn. Ja. Dit? Echt waar. Ik vind zo zal het ook hier in Nederland kunnen gaan. Wat behoort te gebeuren in Nederland, dat is dat partijen elkaar serieus gaan nemen en niet met dit soort beeldvorming komen die... En je kunt afdingen op de standpunten van Fortuyn. Maar als je zegt, je glijdt af naar situaties in Frankrijk als Le Pen en daarom moet je PvdA stemmen, dan noem je dat een goedkope verkiezingsregeling. Nee. Dat is goedkope verkiezingsregeling. Mag ik even van u, meneer Melkert, helder hebben of u nu zojuist meneer Le Pen en meneer Fortuyn gelijkgeschakeld hebt? Nee, het zijn andere mensen met andere programma's, maar ze appelleren aan hetzelfde gevoel van mensen. Zo is het. Niet anders. Vergis je niet. Meneer Melkert, u waarschuwde zojuist voor Franse toestanden. Is dat niet overdreven? Nee, dat is het niet. Want je hebt in Frankrijk gezien, dat zie je ook in andere landen, ook in Nederland,
Mensen willen soms een hele sterke proteststem uitbrengen. Maar soms kunnen er zoveel proteststemmen zijn dat het ineens een machtsfactor wordt. En dan ziet alles er heel anders uit, ook volgens de bedoelingen die mensen niet hadden. Daar moet je wel tijdig ook over praten, zo simpel is het. Heeft de heer Melk niet een beetje gelijk als hij waarschuwt Frans toestanden? Ik ben dat niet met hem eens, want dat zou het geval zijn als je Le Pen en Fortuyn op één lijn kunt zetten. Wat we wel zien in Nederland, dat is dat in verkiezingen thema's asiel altijd opkomt. Maar dat gold in het verleden voor de heer Bolkestein. Dat geldt misschien nu voor en de VVD en voor Fortuyn. Wat ik heb gemerkt in Rotterdam, dat is dat Fortuyn wel hoog inzet. Maar bij onderhandelingen ligt de zaak toch anders. Dus ik vind het maken van een vergelijking tussen Frankrijk en Nederland veel te vroeg. Er is wel één ander punt. Want je ziet in Frankrijk dat de mensen daar de sociaaldemocratie niet meer echt vertrouwen als het gaat om het vinden van oplossingen. En dat zou ook wel eens in Nederland kunnen komen. Dan wordt het wel erg lonely aan de top. Hè? Ik bedoel, u neemt VVD veel kwalijk. VVD, minister Netelbos heeft vandaag al gezegd, geen coalitie meer met de VVD. Maar ja, de toon van u naar Balkenende over Fortuyn was ook niet echt vriendschappelijk. Met wie moet u straks nou nog? Ja, de kracht moet natuurlijk in de eerste plaats liggen. Voldoende steun voor de Partij van de Arbeid. Om ja, maar ook u moet straks wel met iemand door. En VVD en CDA lijken nu toch een beetje af te vallen gezien het gekift. Nee, natuurlijk niet. In Nederland moet je altijd met andere partijen samenwerken. En is het altijd zo... Dus Netelenbos had ongelijk. Dat je voor verkiezingen elkaar ook wel een beetje de maat neemt. Ja, mensen moeten wel weten waar de verschillen liggen. Ik vind de uitspraak van Tineke Netelenbos begrijpelijk. Door wat ze nu achter de rug heeft deze week. Die onverantwoorde besluiten van de VVD en het CDA trouwens over het verkeers- en vervoersplan. Maar daar gaan we natuurlijk geen coalitie-uitspraken aan verbinden. Dat lijkt me niet wijs. Ik vind dat op een aantal dossiers de PvdA de afgelopen jaren onvoldoende heeft bijgedragen aan het vinden van oplossingen. Ik heb ze genoemd, de WAO. Maar hoeft u daar toch ook niet mee te gaan regeren als het zo slecht is gegaan? Maar nu vraagt u mij op voorhand de PvdA uit te sluiten en daar begin ik ook niet aan. Want die kun je nog alle kanten op, hè? Wij kiezen voor ons eigen verhaal en die vraag over wie met wie. Ik vind dat die maar aan de orde moet komen nadat de kiezer heeft gesproken. Ja, de heer Balkenende, waarom zou die iemand uitsluiten? Hij zit straks waarschijnlijk op het plus na 15 mei. U zag overigens een verslag van Chris Ostendorf en Wauke van Scherpenburg. Nou ja, het is duidelijk, het echte debat vindt al niet meer plaats in de Tweede Kamer, maar in het land, zoals in Emmen vanavond. En geregeerd wordt er ook al niet meer sinds de val van Paas 2. Sterker nog, PvdA en VVD maken elkaar uit voor rotte vis. De VVD is boos omdat de PvdA de Joint Strike Fighter blokkeert, de straaljager. En de PvdA vindt het op haar beurt schandalig dat de liberalen dat anti-fileplan van minister Netelenbos torpederen. Kortom, het paarse huwelijk is voorbij. Nu nog even de echtscheiding. Ik vind dat het een prima huwelijk is geweest. Maar niet iets wat voor herhaling vatbaar is? Niet iets wat zeg maar structureel is, dan wat je bij een huwelijk dan altijd nog wel hoopt. Maar een coalitie kan en mag niet structureel zijn. Want de charme van de Nederlandse politiek is juist dat er meerdere coalities mogelijk zijn. Het is mooi geweest. De paarse liefde is definitief over. Dat bleek 2 weken terug voor het eerst, toen de VVD zei dat met de PvdA geen problemen meer zijn op te lossen. Ik ontkom dan ook niet aan het standpunt, aan de conclusie, dat alleen een coalitie zonder de Partij van de Arbeid deze problemen dan wel zal kunnen aanpakken. Immers, waarom zou de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid als premier wel werken aan aanpak van de files, aan aanpakken van de wachtlijsten, aan consequente uitvoering van de vreemdelingenwet, als hij dat als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid niet gedaan heeft? Vervolgens valt het kabinet over het Srebrenica-rapport. Maar de verhoudingen raken geheel verstoord als de PvdA niet wil meedoen aan de JSF en de VVD gisteren